Hoi, ik ben Teun en we zijn vandaag een nachtje in Amsterdam. Nou, Amsterdam, wilde nachten denk je dan. Er is hier geen reet te bekennen, alhoewel. Wat krijgen we nou jongens? Wat komt hier nou aan? Als een vis op het droge, zie je dat? De noordenwind, zuidenwind, oostenwind, westenwind. Vaar ik van hot naar haar. Op de stille zee, wilde zee. Zwarte zee, rode zee. Dan sta je er midden in Amsterdam, dan kom je een vrouw tegen. Nou ja, één vraag lijkt me logisch. Wat kost het? Een heleboel geld. Wat bedoel je? Oh, ik neem aan dat je praat over de schepen die hier op de wagen staan. Ja, ik stond al af te vragen, wat doen die schepen hier op straat? Maar dat was eigenlijk niet mijn bedoeling. Maar vertel maar even, wie ben je en wat doen we hier? Ik ben Joke Ekelschot, ik ben de beursmanager van de Hiswa. De Hiswa, dat heeft iets met boten te maken. Dus ik hoop niet dat we tussen de wal en het schip vallen. Nee. Wat is de bedoeling hiervan? Dit is nachttransport. De boten zijn overdag getakeld en gaan nu per vrachtwagen naar de rij toe. Waarom moeten ze 's nachts? Dat moet 's nachts omdat ze te hoog, te breed of te hoog zijn, waardoor ze over de weg moeten. Het verhaal van mijn leven, meid, vertel mij niks. Precies. Hey, wat gaan er allemaal voor spannende dingen voor gebeuren om dat zaakje daar heel oud zin in die rij te krijgen? De tramleidingen worden tijdelijk verwijderd, waardoor het transport door kan naar de rij toe. En we hebben begeleiding uiteraard naar de rij toe. En alles blijft heel? Ja. Absoluut. We werken met hele ervaren transporteurs en kraanbedrijven, dus dat komt helemaal goed. Ik heb er vol vertrouwen in. Ik ben dan zo'n lul die het stiekem toch leuk vindt als er iets mis zou gaan. Dat lijkt mij een heel leuk idee, is dus een ding aan gewoon afpleurt dadelijk. Ja, mij iets minder kan ik je vertellen. De bovenleiding van de tram die wordt gewoon weggehaald, anders kunnen die klote boten er niet door. Wie ben je? Ik ben Tom van Wijk. En je bent bezig met de tramlijn weghalen? Ja, dat klopt. Ja. Ja, de bovenleiding. Ja. Hey, wat doet de koperprijs nou? Ik zou het niet weten, om eerlijk te zijn. Ah, je weet het niet? Nee. Ben je nou niet bang in de stad als Amsterdam als je die leiding even op de grond legt, de stroom is er nu af, dat ze dadelijk heel je boeltje hebben weggeknipt? Nee, natuurlijk niet. We blijven erbij, we houden het in de gaten. Ja, maar ik vertrouw jou niet. Volgens mij ben je zelfs de grootste dief die erbij is, of niet? Ja, dat zal toch zeker niet. Nee, hoor. Ik voel me rijk als een koning, want de truc is mijn woning. En we zitten hier in de woning bij wie? Vincent. Wat doe je hier, Vincent? Ik rij boten van het water naar de Hiswa toe. God, heb je nou echt niks aan je leven? Ja, je moet geld verdienen niet. Hoeveel pk is een truckie nou? Deze 400. 400 paardenkrachten en een ezel die hem bestuurt? Ja, zo ongeveer. Als jij het zo wil zeggen, dan zijn jouw woorden niet. Waar wachten we op? Ja, op de kabel. We wachten op de kabel. We zijn zo bij je terug. Start een wachtmuziekje. Een flinke bries in de zeilen. Een pijp vol tabak. Eén hand aan het roer. En de ander in mijn zaal. Op de noordenwind, de zuidenwind. Hij kijkt al niet blij. Even bellen. Ja, je ziet het vaker in Amsterdam. Sommigen die worden afgedekt met een wit zeil. Er is dus duidelijk iets mis mee. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb een pakketje bij me voor de heer of mevrouw Hiswa. Ja, kom er verder. Dankjewel. Kom maar, we mogen erin. Kom maar. Dan gaat de boel voor anker. En wij gaan naar de kroeg. Op de noordenwind, zuidenwind, oostenwind en westerwind. Vaar ik van hot naar haar. Op de stille zee, wilde zee, zwarte zee, rode zee. Vaar ik mijn neus achterna. Heb je ook zo'n drang om lekker te knuffelen? Ik wel. Zullen we gewoon even lekker knuffelen samen? Als dat zo kan. Wat leg je hier nou zuinig te doen met die boot van een ander? Ja, het is mijn werk. Ja, je plunt toch niet de dingen weg ermee? Ja, maar als dat zou doen, dan zouden we vier gaan denken. Kijk, je verdomme joh, het is toch druk zat. Nou, staat hij al? Nee, nog niet. Wat even doen? Ik doe even tukken, jongens, hij valt toch niet om, hè? Nou, je ziet het, zo staan ze op de wagen, zo staan ze in de rij. De Hiswa is er van aanstaande dinsdag 3 maart tot en met 8 maart. Als je in de buurt bent, kom dan even langs. Ben je 16 jaar of jonger, dan kost het je niks. Zie je daar. Gaan we gaan zwemmen.